deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Get Ready With Me, eindelijk. Ik heb al zo lang geen Get Ready With Me video's kunnen maken, omdat corona ineens kwam en ik nergens meer heen kon. Dus er was niks meer to get ready for. De laatste Get Ready With Me, volgens mij, ik heb er eentje gemaakt voor quarantaine. En de laatste normale Get Ready With Me was voor een PR-event van de Easy Paris. Dat was het laatste event waar ik nog heen ben gegaan voordat corona in de aanval kwam. Maar nou gaat langzaamaan alles weer open en ik ga vandaag weer lekker uit eten. Woo! Ik ga uit eten bij Aqua Asia in Rotterdam. Ben ik nog nooit geweest. Volgens mij is iedereen daar al geweest behalve ik. Let me know wie daar nog meer nog nooit is geweest. Dan voel ik me niet alleen. Maar in ieder geval, ik ga me dus vandaag klaarmaken voor dat. Voor de mensen die niet bekend zijn met mijn Get Ready With Me video's. Het houdt eigenlijk gewoon in dat ik me helemaal ga klaarmaken met jullie. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn haar en mijn wenkbrauwen. Voor de rest niks. Ik heb ook gewoon mijn pyjama shirt aan. Geen sieraden, geen make-up, helemaal niks. Ik ga me opmaken met jullie. Ik ga een outfitje kiezen. Accessoires, schoenen, sieraden. En ik vlog ook altijd een beetje van waar ik naartoe ga. Dus dat is wat de video van vandaag gaat worden. Dus ik heb er weer heel veel zin in. Omdat het alweer een tijdje geleden is. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb al een soort van een beetje een idee van wat ik aan ga doen. Dat kan misschien veranderen. Maar voor nu heb ik dat in mijn hoofd. En het wordt een beetje een grijzige glitterbroek. Dus ik wil vandaag een beetje gaan voor een zilveren grijze ooglook. Want dat matcht dan met de broek. En het paletje die ik ga gebruiken is mijn Platinum paletje van Nabla. Dit is een cooltone paletje met precies de ideale kleuren die ik zoek. Zilver hier, twee kleuren en een beetje cooltone donkerige kleurtjes. Dus hiermee ga ik een look maken. Ik heb hier al een look mee gemaakt in een video waarin ik allemaal nieuwe make-up heb getest. Dus als je die video bekijkt dan zie je ook nog een andere look met dit paletje. Maar vandaag ga ik een beetje een soort gelijke look maken, maar toch wel een klein beetje anders. Dus we gaan weer inzoomen op mijn ogen. Het is vandaag echt, by the way, weer super warm. Deze hele week is gewoon totale hittegolf. En ik ga altijd dood hier. Dus ik heb weer mijn raam openstaan hierachter. En er staat hier een boom. Dus als je af en toe wat vogeltjes hoort. En bomen die waaien. En dat soort dingen. Bomen die waaien. Alsof de hele boom waait. Bladeren die waaien. Dan weet je waar dat vandaan komt. Maar ik kan het raam niet dicht doen. Want anders ga ik hier dood. Ik ga eerst beginnen met primer. Ik gebruik mijn MAC Soft Ochre. Iemand hier in de straat heeft muziek aanstaan en ik kan het gewoon horen vanaf hier. Dat gebeurt echt nooit. Ik woon echt in een straat met echt nul jeugd. De jongste personen hier zijn ik en mijn buurjongen. Voor de rest is hier echt iedereen aan de oudere kant. Dus het is echt heel apart dat ik nou muziek hoor. Misschien is het gewoon ook echt van mijn buurjongen. Dat is wel echt grappig. Ik ga beginnen met deze matte kleur hier. De naam kan ik niet uitspreken, dus ik ga er niet eens aan beginnen. En met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast ga ik die aanbrengen in mijn hele afkaderboog. En ik trek ook alles best wel ver naar buiten, want ik wil een beetje gaan voor een cat eye. En lekker smoky. Ik breng ook best wel veel aan en zo, want ik wil best wel een beetje voor een donkere look gaan. Dan pak ik de donkere kleur, die heet Tenebra. En met mijn Zoeva 231 Kwalst ga ik die vooral indrukken hier in de hoeken. En ook van deze kleur breng ik best wel veel aan om het echt super donker te maken. Want dit is de enige kleur waarmee ik het echt goed donker kan maken. Dus ik moet er gebruik van maken. En dan ga ik het met een Zoeva 224 kwast een beetje uitblenden. En ik pak ook steeds een beetje meer van die kleur. En dan met die fluffy kwast van net ga ik alles een beetje mooi in elkaar blenden. Ik heb geen extra kleur meegepakt. Dan pak ik deze donkergrijze glanzende kleur. Die heet Gem System. Die pak ik met mijn vinger. Want ik herinner nog van de andere video dat de glanzende kleuren beter aanbrengen met mijn vinger. En die ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Echt van begin tot einde. En dan pak ik weer een beetje van die donkere kleur en die blend ik dan een beetje hier in de hoeken in met de glanzende kleur. Als laatste ga ik ook nog in met de lichte glanzende kleur, die heet Luxurious. En daarvan pak ik ook een klein beetje met mijn vinger. Deze kleur is echt super heftig, kijk even dit. En die breng ik gewoon een heel klein beetje aan, alleen maar in het midden voor een beetje een extra pop. Kijk, en zo heb ik gewoon een extra pop van kleur in het midden. Niet te veel hoor, want ik wil het toch wel allemaal een beetje donker houden. En dan een beetje uitblenden met een schone vinger. Bij de randen. Dan ga ik ook voor een winged eyeliner. Ik gebruik hiervoor mijn Huda Beauty Life Liner. Deze is super fijn. En dan gebruik ik de liquid kant om een mooie wing te maken. Wat ik dus zo fijn vind aan dit product is dat aan de andere kant een oogpotlood zit. Super handig. En die gebruik ik voor in mijn bovenste waterlijn. En dan maak ik het daar ook zo zwart. Als mascara gebruik ik mijn UNG Cosmetics 4D mascara.
Als nepwimpers gebruik ik deze van de AliExpress. Ik weet helaas niet meer welke het zijn, omdat ik altijd zoveel wimpers daar bestelde. En er staat verder ook helemaal niks meer op. Dus ja, maar goed, ik ga dus deze opdoen. En dan kom ik zo bij u terug, hou ik je aan het gezicht. Ik ga beginnen aan het gezicht. Zoals ik al zei, is het vandaag een super warme dag. Het is zo warm dat zelfs mijn normaal tot droge huid een beetje vettig wordt. En dat is voor mij echt totaal niet normaal. Dus ik ga echt weer voor een full glam gezichtsmake-up. Maar ik hou het vooral mat. Want als ik het niet mat ga houden, dan gaat het niet meer zo lang zitten. En het is nu 2:50 en ik ga sowieso pas weg om 6:00. En ja, het moet nog heel lang goed blijven zitten. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Milk Hydro Primer. De beste primer als je je make-up lang wilt laten zitten. Enige nadeel is dat hij hier niet te koop is. Hij is alleen maar te koop bij Sephora. En ik heb hem gekocht in de Sephora in Spanje. Dus mocht je ooit naar een Sephora gaan of zo, dan raad ik hem echt zeker aan. Je kunt hem ook gewoon op hun Milk website bestellen. Maar dan komt het vanuit Amerika en dan moet je douane en zo betalen. En dat is het ook weer niet waard. Als foundation ga ik voor mijn Benefit Hello Happy Foundation in de kleur 6. Ik ben mijn spons beneden vergeten. Oh, ik haat het als ik weer naar beneden moet. Oh my god. Toppunt van luiheid. Ik voel echt de wind uit het raam. En dat is echt zo erg fijn. Ik hou altijd van zon en warm weer. Maar als er veel zon schijnt en er is geen wind, nou, dan ga ik echt dood. Ik moet altijd een beetje wind hebben om nog een beetje adem te kunnen halen, weet je wel. En af en toe, echt, ook vooral in Marokko, jongens. Oh mijn god, in de zomer is het daar gewoon stikjes benauwd. Niet te doen. Er is gewoon nul wind. Het is echt altijd zo warm, oh my god. Maar gelukkig is dat in dit land echt like, werkelijk waar nooit. Ook al is er zon, er is altijd nog gewoon wind. En dan om een beetje matchy-matchy te blijven, gebruik ik ook mijn Benefit Concealer. Dit is de kleur nummer 5. En als poeder gebruik ik mijn Cody Airspan poeder. Als je een mat gezicht wilt, dan is dit jouw poeder. Mat en veel dekking, allebei. Alles wat ik gebruik staat ook in de beschrijving. Dus je kunt dan gewoon altijd makkelijk terugvinden wat ik allemaal heb gebruikt in een video. Dat doe ik echt in elke video om het gewoon iets makkelijker te maken voor jullie. Ik ga mijn neus en mijn wangen contouren met mijn Revolution Contour paletje. En ik gebruik deze kleur hier. En als pressed poeder gebruik ik ook nog deze Benefit Pressed Poeder. Is een hele lichte, matte kleur. Al wel bijna op. Dit is kleur nummer 2. Ik gebruik vandaag echt veel Benefit. Ik weet niet waarom. Het loopt gewoon een beetje zo. En dan ook nog een beetje mijn Max & More Fixing Spray. Moet ik nog een keer herhalen hoe geweldig deze spray is? Of hebben jullie iets van Sarah? We snappen het nu wel. Ik ga even snel nu mijn oog afmaken. Ik pak weer mijn Huda Beauty Eyeliner en dan pak ik de oogpotloodkant. En dan ga ik ook mijn onderste waterlijn zwart maken. Dan pak ik weer mijn paletje en dan ga ik de 2 matte kleuren aanbrengen op de onderste wimperrand. Oh, ik heb dat plastic ding helemaal niet afgehaald van de spiegel. Ik vond hem al zo vaag. Oh my god, kapot dom. Hij is eraf. Dan ook wat mascara op de onderste wimpers. Deze mascara is echt ontzettend fijn, jongens. Ook ideaal voor de onderste wimpers. I love it. Ik ga mijn gezicht bronzen met deze Glow Bronzer van Makeup Revolution. Ik heb hem nou gehaald in de kleur Light. Ik heb een hele video gemaakt over de hele Glow collectie van hun. En toen had ik hun bronzer in de kleur Medium. En die was veel te donker. Toen had ik nog gezegd, ik ga hem halen in Light. Dat heb ik gedaan. Deze kleur ziet er oké uit. Ik heb hem nog niet gebruikt, dus ik ga hem nou voor het eerst gebruiken. Dus hopelijk is hij mooi. Misschien is het niet handig dat ik hem nou voor het eerst test, terwijl ik straks wegga. Maar dat maakt niet uit. Het is maar een bronzer. Maar ik denk sowieso dat hij wel goed gaat zijn. Ja, deze bronze kleur is echt stukken beter. Besef even hoe donker dit al is. En laat staan die kleur medium. Ik heb een beetje overdreven, maar dat gaan we ook weer gewoon negeren. Ik vind hem wel een klein beetje grauwig. Zie ik dat alleen of zien jullie dat ook? Alsof het een beetje een grauwige ondertoon heeft. Ik weet dat lichte bronzes voor lichte huidskleur, die hebben ook altijd een beetje een soort van grijzige kleur in de ondertoon. Want dat is dan mooi met de lichte huidskleur. Maar omdat deze kleuren allemaal zo donker uitvallen, moet iemand met mijn huidskleur dus de kleur light pakken. Maar iemand met mijn huidskleur heeft geen grijze ondertoon. Dus dan is het weer niet meer mooi. Ik vind wel dat ze daarmee een beetje de plank misslaan, maar het is oké, maar niet mijn favor, moet ik zeggen. Als blush gebruik ik mijn MAC blush in de kleur Peaches. Deze heb ik al super lang niet meer gebruikt. Ik vind hem wel heel fijn.
Kijk mensen, zien we hier? Hier is het gewoon bekant grijs. Kijk, hier is overal. Hier valt het echt op. Dat is niet zo mooi. Die andere kleur had dat niet, alleen ja, was die gewoon echt te donker voor mij. Als highlighter gebruik ik de Lottie Londe Shimmer Squad Highlighter. En ik gebruik, welke kleur ga ik gebruiken? Ik denk dat ik ga voor deze kleur, de Good Girl, zo heet die. Dat is een beetje een hele licht roze kleur. Ik ga hem by the way mixen. Ik pak deze kleur en deze kleur. De Queen Bee heet die andere kleur. En dan pak ik de donkere kleur, de Flirt. En die breng ik een klein beetje aan hier, voor een beetje een glow daar. En dan pak ik weer de kleur, de Queen Bee. En die breng ik een beetje aan op mijn neus. Ik gebruik echt bijna gewoon elke kleur in het paletje, oh my god. En dan pak ik ook nog de lichte kleur, de Troublemaker, zo heet die. Is een beetje een witte kleur. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. Ik heb nou letterlijk elke kleur gebruikt in het paletje. Ik ga heel even iets doen, want ik ben echt niet blij met die bronzer. Ik pak even mijn Make-up Studio Bronzer, Lumiere Bronzing Poeder. Deze is heel erg mooi en warm. En dan ga ik er een beetje mee overheen. Ik hoop dat het dan een beetje de bronzer redt. Gewoon echt een heel klein beetje, want ik heb al te veel bronzer op en dan wordt het alleen maar meer. Ik wil echt alleen maar dat het een beetje warm wordt. Dan de lipjes. Voor de lippen gebruik ik een Morphe Sweet Tea Lip Potlood. En ik gebruik een MAC Lipstick Velvet Teddy. Ik heb weer een andere gekocht die van mij was op. Dus ik heb weer lekker een fresh new one. En dan gebruik ik mijn Catrice Freeze Fixing Spray. Zodat mijn make-up lekker lang goed blijft zitten. Oké, dit was dan de look. Ik vind het een mooie look. Het enige wat eventjes iets minder ging was de bronzer. Tip van de dag, ga niet een nieuwe bronzer proberen als je weggaat. Maar goed, op zich zie ik er nog best wel gewoon oké uit. Je andere bronzer heeft ook wel een beetje gered. Dit wordt dan de make-up look. Mijn haar hou ik ook gewoon zo. Mijn haar zit godzijdank goed. Daar ben ik heel blij mee. Want met krullen, hè, weet je het nooit. Ik ga me ook aankleden. We gaan kijken naar leuke hakjes, sieraden, dat soort dingen. Het is wel nu pas 3 uur en ik vertrek pas over 3 uur. Dus ik zie jullie over 3 uur weer. Maar voor jullie is het over 1 seconde. Oké, mensen, ik denk dat ik deze broek aan ga doen. Een high-waist glitterbroek. Hij is zo zilver, zeg maar. En daaronder is er zo een split. Wordt het zo wijd met ritje. Die kun je open doen en dicht. Ik weet niet meer waar ik hem vandaan heb, want ik heb het eraf geknipt. Maar ik ga denk ik nog wel even online zoeken. Ik denk dat ik hem heb van Nelly met I'm Not Sure. Maar als ik hem kan vinden, dan zet ik het beneden in de beschrijving. En ik doe hem aan met gewoon een zwart shirt. Die doe ik er dan in. Dit zwarte shirt heb ik volgens mij van New Yorker. Ja, ik heb het eraf geknipt ook weer. Maar deze heb ik van New Yorker. En dan denk ik dat ik deze schoenen erbij aandoe. Lekkere aparte schoenen, but I love it. Deze heb ik van Ego. Staat hier ook op. Dus deze is ook heel leuk. Ik zet van alles de link in de beschrijving wat ik kan vinden. De schoenen kan ik sowieso vinden. De top ga ik niet kunnen vinden, want die heb ik gewoon gehaald in de winkel. Maar de broek heb ik ook online besteld. Dus daar ga ik even naar op zoek. Dan ga ik ook even kijken bij sieraden. Ik heb deze sieradendoos van Stackers. Dit is best wel duur, maar je betaalt per stack. Dus ja, je kunt het zo duur maken als je wilt. Maar ik vind het echt super handig. En ik ben eigenlijk normaal echt van de gouden sieraden. Maar omdat ik nou vooral grijs heb en zo, ga ik gewoon voor zilveren sieraden. Dus even kijken. Ik heb dus hier allemaal zilver en hier is allemaal goud. Ik vind deze ring wel leuk. Dit is zo'n hartje. Ik denk dat ik deze ga aandoen en meer niet. Ja, misschien ook deze twee aan de andere hand. Hier heb ik mijn grote oorbellen. Ik denk dat ik gewoon voor grote hoops ga. Want ik heb nou mijn krullen gewoon normaal los. En dan valt echt geen enkele oorbel op behalve dit soort hoops. Dus als ik kleinere oorbellen doe, dan vallen ze niet eens op. Dus ik ga deze in doen. Dus ik ga eventjes alles aandoen. Nou mensen, dit wordt mijn outfit. Ik heb het gedaan met een riem, want hij is een beetje te groot voor mij. Want ik ben al afgevallen en nou is alles te groot voor mij. Kijk ook even de schoenen, hoe leuk dit is met de broek. Echt super leuk. I love it. Dus dit was mijn outfit. Ik ben nog wel een beetje aan het twijfelen over de riem. Misschien doe ik het zonder de riem, maar ja, I don't know. Zo is het zonder de riem. Hij is echt veel te groot. Nou, kijk dit. Maar whatever. Ja, ik denk toch dat ik het gewoon zonder de riem ga doen, jongens. Ik denk toch dat ik dat beter vind. Oh, ik vind de schoenen zo leuk. Ik had de schoenen gekocht en toen kwam corona en toen kon ik ze niet aan. Dus nou kan ik ze eindelijk aan. I love it.
Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier mijn foto in beeld. Daar kun je op klikken om te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je misschien ook nog kunt gaan bekijken als je ze nog niet hebt gezien. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!